ik, Douwe Doorduin, de slechtste gravelprof van de Benelux, dit voorjaar op onderzoek uit. Ik ga de grote voorjaarsklassiekers achterna om uit te vinden hoe een Nederlander wat meer een Vlaanderen kan worden. Ik wil de koersen beleven, de tochten fietsen, de historie proeven en uit mijn comfortzone treden. Dit is Vlaanderen 101. We zijn te vroeg. We hadden er vanochtend zoveel zin in dat we nu gewoon te vroeg zijn bij Omloop het Nieuwsblad. Jongens, mijn wielerhart is gigantisch veel overuren aan het draaien, maar we zijn bij Omloop het Nieuwsblad vandaag. We zijn alleen een beetje te vroeg. Wij zijn er, de renners nog niet. Ik ga vandaag mijn jongensdroom beleven. Ik ga namelijk mee met Shimano Neutral Service in de koers. Mijn benen zijn nooit goed genoeg om hier met de echte profs mee te kunnen fietsen, maar om deze manier deel uit te maken van de koers is natuurlijk prachtig. En aangezien de koers pas om 11 uur begint en wij veel te vroeg waren, hebben we alle tijd om eens goed de sfeer van de omloop te proeven. Wie is jouw favoriet voor vandaag? Zeg maar Arno de Lee of zo. Ik wou ook Arno de Lee zijn. Ik kreeg de vorige aflevering nogal een paar comments over dat ik Vlaanderen verkeerd uitspreek. Maar. Vlaanderen. Het is blijkbaar dus niet Vlaanderen, maar het is Vlaanderen. Wat je ook moet begrijpen, is ook voor alle Vlaamse kijkers die mijn video's kijken, ik kom niet uit Nederland, ik kom uit Groningen. En daar praten ze sowieso heel gek mee. Daar gaan ze! Het is wel heel wat anders dan je gewend bent bij die kleine elite-klassiekers. En zo doe je dan zo'n ploegpresentatie en dan staat er helemaal niemand. En hier heb je gewoon, moet je kijken hoeveel mensen er zijn. Het staat helemaal vol en daar ook gewoon bijna. Er staan hier echt meer dan 1000 mannen hier. Dat is wel een beetje rock'n'roll hoor. Ik voel me al met een minuut meer Vlaanderen worden. Er gaat echt zo'n glimlach op mijn gezicht, die gaat er de hele dag niet af. En wat het allerleukste is, morgen gaan we het zelf doen. Zelf? Ja. Stel succes, hè? Dankjewel. Dat is onze schaduwfavoriet, hè? Dit is de Stefan Koen fanclub, hè? Ja. Wisten jullie dat jullie een legendarische status hebben in Nederland? Niet alleen in Nederland. Ik wou nog vragen wie gaat er winnen, maar dat hoef ik niet te zeggen. Heel veel plezier vandaag, hè. Jongens, bedankt, hè. Daar. Oké, we moeten naar de auto. We gaan naar de Shimano. De heli hangt in de lucht, het is een kwartier voor de koers. En nou, dan gaan we doen waarvoor we hier eigenlijk zijn gekomen. Ik zit hierin zo meteen. Super gaaf, maar ik ga de koers echt van dichterbij dan dichterbij meemaken vanuit de volgwagen van Shimano Neutral Service. Misschien heeft de winnaar ze hebben wel gewoon jouw wiel. Ja. Nee, ik vraag me af of ik aan het werk word gezet. Ja. Okay, en na de realisatie dat we op de verkeerde plek stonden, maar stonden we helemaal aan de andere kant. Neem ik met nog 1 minuut te gaan plaats bij Martin en Tom in de volgwagen van Shimano voor de omloop. We gaan beginnen. Wij rijden zo meteen weg voor het peloton uit. Ja. En wij schuiven dan ergens achterin op een gegeven moment. Ja, dat is nog maar de vraag. Het moment dat er een kopgroep komt die meer dan 30 seconden heeft, dan gaan wij erachter. Oh, wij rijden achter de kopgroep aan? Ja. Dus het gaat meer dan een minuut, komen de ploegleiders. Ja. Dus het gaat meer dan 2 minuten, dan gaan wij tussen het peloton en de kopgroep inhangen. Ja. Mocht er een tegenaanval zijn, ja, dan kunnen we daar achter. Zijn vertrokken. Dan heet ik jullie hartelijk welkom in de 78e editie van de Omloop het Nieuwsblad. Een wedstrijd voor Heren Elite World Tour op de internationale kalender UCI. De totale afstand van de wedstrijd bedraagt 207 kilometer. De aankomst is voorzien op streek 16 uur te Nienhoven. We zijn van start gegaan met 173 renners. En jullie doen alle klassiekers? Tom wel. Ja.
Jullie zitten met een legende in de auto. Oh, ja. Hij heeft meer klassiekers in de riem dan menig profrennen. Ja, is het goed zo, ja. Ja. We zijn er aan de leiding met 50 meter. Eén renner in de aanval. Onmiddellijk een voorsprong van 1 minuut en 8. Donc pour l'instant, on est à 11 0, on a 7 coureurs en tête, et l'avance est déjà 1 minute 8 secondes. Ils sont aussi protégés par la voiture neutre, ze zijn ook al beschermd voor de neutrale wagen. Nou, we rijden hier met verschillende fietsen op het dak en vier fietsen met vier verschillende pedalen. We hebben een 140 schijf en een 160 schijf. Ja. En dan hebben we vijf verschillende soorten achterwielen. Dus het is voor jullie eigenlijk voor jou de uitdaging om zo snel mogelijk door te hebben wat... Ja, dus ik heb ook nu de kopgroep opgeschreven en dan per renner van nou, wat, wie heeft wat. Een puzzeltje eigenlijk. Het is een, ja. Leuk hè, dat jij gewoon dat zelfs de prof is gekomen om support. En de eerste helling van de dag, de Leeberg. Hier is moeilijkheden op de. En geniet je nou net zoveel als mij van deze koers en deze video? Abonneer je dan alsjeblieft op het kanaal. Help je mij enorm mee verder. Alright, op naar de actie. We mogen volgens mij naar voren. Oké, het begint. We mogen naar voren. Nu begint het grote net niet wielrennersfilm. Ja, want de koers is eigendom van Flanders Classics en daar wil ik geen ruzie mee. We werken eromheen. Iets met copyright. Anyway, na 40 kilometer koers mogen wij naar voren om de neutrale wagen achter de kopgroep af te lossen. En krijg ik voor het eerst echte wedstrijd te zien. 8:15, hallo. Ik vind dat hij heel goed zijn best doet. Super. We rijden toch wel 45 kilometer per uur. Op je stapje. Goed gedaan hoor. Vergeet. Twee uur onderweg, 42 nog wat gemiddeld. En het meest spannende wat er is gebeurd, een regenjasje aantrekken van Wallonie Brussel. Maar het wordt, we zijn eigenlijk nog niet begonnen aan de koers. Komt allemaal zo meteen. Nou, wij laten ons afzakken en precies op dat moment scheidt er een groep zich af van het peloton. In het peloton gaat het dus een beetje los. En dat is wel leuk, want hopelijk kunnen wij dan achter die favoriete groep inschuiven. Christophe Laporte. Oh. 4, Jan Trentink. 5, Frank Dylan van Baarle. 6, Tim van Dijken. Oh. En 7, Nathan van Ooydonk. Hoe dan? Dus gewoon de hele Jumbo-Visma-ploeg. Voor Ineos Grenadiers. 115 Saint-Cas mag de Sheffield en 116 Saint-Cas Connor Swift. En dit is een heel gekke manier van de koers beleven, want wij weten in de auto natuurlijk totaal niet wat er nou echt gebeurt. We hebben nog 6 achtervolgers, we luisteren de premier groep de Percival, komt coureur. En voordat ik het door heb, schuiven we op de legendarische haaghoek achter deze favoriete groep en zit ik opeens echt midden in de wedstrijd. Jumbo is met 2 man. On the riders are on the bike. On the bike. We kunnen mij steken. Ja, misschien is hier veel. Go VB, we zijn de baan hier op de tol. Nathan van Hooijdonk heeft problemen met de fiets. We rijden er vlak achter, maar het niet laten zien. Ketting erbij, dat doen de neutral service ook. Bingo, voor de
zitten nu weer voor het peloton. Voor de kopgroep, voor de hele koers. Mooi stukje van de wedstrijd al meegekregen. Hopelijk krijgen we dat nog een keertje te zien, maar je weet het niet. Het ging net even heel hard. Er werd veel gepraat over renners die moe waren. We zagen een val van Tim de Klerk. We zagen zo net een fout schuiver van de topfavoriet Arnaud de Lima. Die heeft opnieuw zijn plaats kunnen innemen in dat peloton. En zo net ging ook nog eens een ploegmaat van hem vrij zwaar onderuit. Jasper de Buist. Ja, we zitten dus in diepe finale. Op naar de muur. We rijden voor de koers. Rijdt Dylan van Baarle rijdt in zijn eentje of met iemand in zijn wiel voor het peloton. 50 seconden uit. Er zitten een paar achtervolgers tussen, maar daar komen wij niet meer tussen. Maar het moet flink ontploffen, willen wij nog achter de koers komen, denk ik. Nummer 5, Dylan van Baarle. Ja? At 15 seconds, the four riders in chasing. The peloton at 41 seconds. Een befaamde viaduct. We zijn aan de laatste 20 kilometer met de leider. Ook om half net en neer 5 kilometer, winkelen groep de tijd. Kijk, de kermis staat er. Jeetje. Wat een feest. De renners rechts. Daar de in. Nummer 134. Wij gaan links. Ja, Oh, dat was mijn eerste muur. Naar morgen voor Deggie. Bergen en op dit moment worden de twee achtervolgers bijgebied door het peloton. Op naar de finish. Dylan van Baarle. At 15 seconds, the four riders in chasing. Dylan is gaan vliegen. Peloton volgt op 43. Peloton is weer van Karel Trossegolden. Wat een opening van het seizoen voor Dylan. Hier de brede bocht. Rechtdoor aan de verkeerslichten ga je naar het centrum van Nienhoven. Hier begint Dylan van Baarle aan de laatste kilometer. Kijk achterom en weet dan zeker, jawel, het is kat in pakkie. Dylan wint. Zeker wel. Zieke solo. En dan zit je midden in de koers en dan sta je opeens op een parkeerplaats ver van de finish en moet je rennen om erachter te komen hoe de koers is geëindigd. Pure chaos. Dan sta je opeens gewoon midden tussen de redders. Het is zo vreemd. Word je gewoon gedropt? Wat ben je? Dat is leuk. Hier is Kajikan, de champagnekurken boven knallen. De champagnekurken van de Little Champagne. De champagne gaat zo meteen rondspetteren. Het was heel vreemd, Tijn. Het was, was het? Ja, super grappig. Daar loopt hij. Daar loopt hij hoor. Je ziet helemaal niks van de finale. Je ziet niks van de finish. Zelfs ik wist niet hoe de sprint ging, hoe de finale ging. Je komt opeens aan bij de teambussen en dan is het ook. Oh. Proficiat. En dit is een beetje mijn koersdebuut in het profpeloton. Ja. Oh, ik ben kapot. Ik heb nog niks gedaan. Ben je ook kapot? Ja, en ik heb eigenlijk alleen in de auto gereden de hele dag. Vandaag was geweldig. We hebben nu echt goed de generale repetitie kunnen doen. Ik heb het allemaal gezien, allemaal mogen ervaren van dichtbij. Maar ik heb het nog niet echt mogen ervaren. En daar gaan we morgen verandering in brengen. Want ik rijd morgen mijn eigen omloop. Tadaa, daar staat hij. Dit is Omloop het Nieuwsblad van Douwe. We konden de Omloop het Nieuwsblad Cyclo rijden. Hebben we niet voor gekozen, want tijd, druk, snel.
Nou, lukt allemaal niet. Dus we hebben onze eigen gemaakt. Mijn route heeft alle beklimmingen van de omloop. En we hopen op de terugweg ook nog Kuurne-Brussel-Kuurne tegen te komen. Voordeel is in ieder geval dat de Koppenberg er niet in zit dit keer. Ja, niet zo beginnen. Als ik morgen moet lopen. Oh ja, ja, ja. Als ik morgen moet lopen. Dan rij je naar huis. Ja, is goed. Oh, het is vroeg, het is koud. Alles gaat al fout. Welkom in Oudenaarden. Ik ga vandaag mijn eigen omloop fietsen. Ik ga alles gisteren natuurlijk gezien in de koers. Nu even zelf doen. Even kijken hoe erg de gasten zich gisteren hebben aangesteld. Ja, precies. Ja, ja, er kwam uiteindelijk maar een pelotonnetje van 50 man binnen. Nou, we waren toch wel gestart met 180 man. Toch wel in ieder geval 100 aanstellers erbij. Nee, niet gemorst. Wees trots. Maar wat gaan we doen? Ik heb gisteren natuurlijk een beetje uitgelegd, maar we gaan vandaag 115 kilometer fietsen. Ja, kijk. Ik probeer namelijk ook te trainen voor mijn eerste seizoen als gravelprof. Maar dat is een andere serie. En ik heb over een paar weken een afspraak met de Flandrien Challenge. Een rit met alle Vlaamse beklimmingen achter elkaar. We kunnen het parcours dus maar beter goed verkennen. Ik vind het mooi om te zien hoe niet chaotisch jij bent. Nee. Hoe georganiseerd jij bent. Oh. Oh, die. Oh, hier is mijn tool. Dat had allemaal dingen mee. Hoppa, daar. Oké, klaar voor. Ik zie al bij de Kattenberg. De eerste echte beklimming. Dat is na 20 kilometer. Dit is mijn eerste stap om Flandrien te worden. Hè? Hey Thijs, ik zie jou zo meteen. We maken eerst een kleine lus aan Kruisen. Voor een kasseinstrook bij de naam niet van weet. En daarna de eerste beklimming, Kattenberg. De Vlaamse Ardennen zijn mooi, man. Nou, dat was de eerste. Deze zat er volgens mij niet in gisteren, maar... Hier heb je zes, ze vertrekken net. Is er een help hier? Check. De Kattenberg begint zo. Nou, daar gaan we. Oh, jeetje. Ik geef deze, de Kattenberg, geef ik op een schaal van 1 tot Flandrien toch een 5 of zo. Een 5? Ja. Dat is niet heel hoog. Nee, maar het is ook niet een hele zware klim. De kasseikjes lagen er vooral voor de sier, had ik het gevoel. En nu zijn we opeens midden in de cyclo van de Omloop en Nieuwsblad beland. Allemaal wielrenners. Die gaan we nog wel vaker tegenkomen. De Molenberg. Toch wel een van de slechts liggende kasseienklimmen van de hele Vlaamse Ardennen. En de voorlangsjes. Holy shit. Deze krijgt een 8. Een soort van mini Keutenberg. Ja. Hij is niet zo lang. Nee, maar hij is wel heel stijl. Paddenstraat. Jeetje, wat een kutstrook die paddenstraat. My god. Ja, je rijdt op een gegeven moment 23. En zij rijden daar maar 45, 40 km per uur overheen. De Beren Dries. Filipissa. Jeeuw, 70! Ik ga nu gewoon letterlijk bij iemand de tuin in. Ja, dat gaat nergens over. Ik geef deze beklimming 0 Flandrien punten. We zijn er bijna. De reden waarvoor ik hier ben gekomen. De muur! Oh, ik zie hem liggen. Oh, wat geweldig. Wat gaaf joh, ik leef mijn droom nu. Ik heb dit zo vaak op tv gezien. Rechts erlangs. Langs de boksauto's. Echt de Flandrien rijden op kasseien. Zo.
Fuck! Nog een keer. Wat kun je doen? Nou, hij valt me echt best wel mee. Weet je wat het is, Stijn? Ja. Het is een beetje never meet your heroes, weet je hem? Ja. Die grote voorbeeld, de mooiste klim die je kan bedenken. En dan, ja, sta je er, fiets je hem, dan denk je van, ja, is lastig. Dat stukje daar is wel lastig. Ja. Als hij nat ligt, is het een heel ander verhaal. Ja. Dat sowieso. Dan heb je weer hetzelfde als bij de Koppenberg, dan moet ik weer afstappen en alles. En dan moet je kijken wat de mensen ook doen. Super gaaf. Ja, ik moet even het roadbook van de Kuurne erbij pakken, want ik zag daar net al politieagenten beneden staan. 8 minuten rijden met de auto. 13 minuten op de stadsfiets. Ja, oké, let's go. Is het die kant op of die kant op? We moeten een peloton inhalen. Anders zien we Kuurne, Brussel, Kuurne niet. Dat is zonde. Nou, dat was even heel erg stressen. Daar ben ik niet zo goed in. Kwam Tijn ook achter. Maar we zijn er. Op de Boembeekstraat. Bovenop de Boembeekstraat. Zie daar in de verte zie een helikopter. Daar is een helikopter. Ze zijn wel in de buurt in ieder geval. Je moet me moeten horen vloeken op de fiets net. Toen ik 2 keer verkeerd fietste. Ja, dat wordt wel steeds spannender. Dan heb je de eerste, de vroege vlucht. Allee, 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 allee. Oh, daar zijn ze al. Eentje. Jeetje, dat is al een beetje. Ik heb echt geen enkele foto. Die niet, die niet, die niet, die niet. Ludo Dierksen zei tegen mij, hard fietsen door Oudenaarde en omstreken, slecht weer, dat is niet gelukt, jammer genoeg. En achteraf drink je als sportieve amateur een pintje. Dat is wel gelukt. En dan ben je een echte Flandriën. Nou, een echte Flandriën ben ik nog niet. Flandriën. We hebben niet de hele route af kunnen maken, omdat we de Kuurne-Brussel-Kuurne moesten zien. Dus we... We hebben niet de hele route kunnen fietsen, want tijdnood. Dus de Haaghoek en de Leeuwberg houden jullie van mij te goed. Dat komt goed tijdens de Ronde van Vlaanderen. Maar toch 3,5 uur kunnen trainen hoor. 250 watt normalized. Dit is echt wel een heel mooie start van de serie. Van de kick-off. Jee. En nu zitten we in het centrum Ronde van Vlaanderen. Met een matte taartje. Met een pintje. Nee. En dan finale van Kuurne kijken. Dit was echt super. Ik ga op naar de stralen. Jeetje, wat een week. Ja, hoe sla je zoiets af, jongens? Op naar de stralen. Oh.